Ik de constituerende vergadering van de Tijdelijke Commissie Corona. Hartelijk welkom aan de aanwezige Kamerleden, de heer Ellian van de VVD, mevrouw Van Beukering-Huibrechts van D66, mevrouw Maaier van de PVV, mevrouw Palland van CDA, mevrouw Ariep van de PvdA, de heer Van Houwelingen van de Forum voor Democratie. De heer Van Hagen heeft zich afgemeld in verband met een plenaire sessie. En de heer Omtzigt, van harte welkom. En mevrouw Nikki Pauw-Verweij is helaas vandaag afwezig. Ook heet ik welkom de staf, die daar ook heeft plaatsgenomen. En natuurlijk ook de belangstellenden op de publieke tribune en de mensen die op een andere manier deze vergadering volgen. Is toch een bijzonder moment. Op dinsdag 28 juni stemde de Tweede Kamer in met het instellen van een tijdelijke commissie corona. En deze tijdelijke commissie heeft de opdracht om voorstellen te doen voor de opzet van een parlementaire enquête corona. Afgelopen donderdag zijn de 9 leden van deze commissie benoemd tijdens de regeling van werkzaamheden in de plenaire zaal. En de leden zijn voorgedragen door hun fractie. De Tweede Kamer heeft vorig jaar al op 4 november via de motie van toenmalig Kamerlid Aukje de Vries uitgesproken dat op termijn een parlementaire enquête wenselijk zou zijn. Nou, in de voorbijgaande weken kwamen de coronawoordvoerders van de commissie VWS tot het oordeel dat na het vervallen van alle coronamaatregelen de tijd nu rijp is voor de voorbereiding om de enquête te starten. En het presidium heeft zich bij dat oordeel aangesloten. Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Kamer ter beschikking heeft. En tijdens een parlementaire enquête kan de Kamer informatie en documenten vorderen en getuigen verplichten om te verschijnen tijdens een openbaar verhoor. Getuigen staan tijdens die verhoren onder ede. En hoe dat in de praktijk werkt, hebben denk ik heel veel mensen vorige week gezien bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning in Groningen. Want vorige week zijn de verhoren begonnen. Op dit moment loopt er ook nog een andere parlementaire enquête, fraudebestrijding en dienstverlening. Die enquêtecommissie verwacht in het voorjaar van 2023 de eerste openbare verhoren te doen. Dat is ook de reden dat vanuit het presidium in de opdracht van de tijdelijke commissie corona is opgenomen om in de planning rekening te houden met het verloop van de twee andere enquêtes. Het heeft natuurlijk gevolgen. Het is veel. Dus op het moment dat een andere enquête uit de tijd gaat, dan is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden wat dat betekent voor de planning van deze parlementaire enquête corona. Ook is het belangrijk, dat hebben we ook aangegeven in de opdracht, om een mogelijk nieuwe coronagolf daar ook bij te betrekken. Het is denk ik belangrijk om de actualiteiten erin goed te volgen, want dat kan impact hebben. Tot zover mijn inleiding. Dan komen we nu toe aan het doel van deze vergadering. Vandaag kiest de tijdelijke commissie corona een voorzitter en een ondervoorzitter in haar midden. En ik wil allereerst beginnen met een woord van dank aan de leden die zich beschikbaar hebben gesteld om mee te doen aan deze voorbereiding, deze taak op te nemen. Ik weet zelf vanuit mijn ervaring vanuit de parlementaire enquête Vira dat het het is heel waardevol om er onderdeel van te zijn. Het schept een band met collega's. Dus het is heel mooi om daar een bijdrage aan te leveren en dat u daar veel tijd en energie aan wil besteden, want dat is wel het gevolg, zeg ik ook maar even. Dus waarvoor nu al heel veel dank en waardering. We houden 2 stemrondes. De eerste ronde is voor de verkiezing van uw voorzitter. En na die stemronde draag ik graag het voorzitterschap van de vergadering over aan uw gekozen voorzitter, die vervolgens dan start met de verkiezing van de ondervoorzitter. Voor u en ook voor de mensen die dit debat volgen, licht ik dat nog even wat nauwlettender toe. Voor u ligt een stembriefje, uitgereikt door de bode. Hier schrijft u straks de naam van degene die u zou willen kiezen als voorzitter van die commissie. En u wordt geacht op het stembriefje 1 naam te schrijven. En uw stembriefje doet u dan zo meteen in de stembus, waarmee de bode zal rondgaan. Nou, ik maak er u op attent dat een stem alleen geldig is indien u heeft gestemd op een lid van de tijdelijke commissie. Nou, dat mogen duidelijk zijn. Blanco briefjes, briefjes met meer dan 1 naam en briefjes van iemand die geen lid is van de tijdelijke commissie worden ongeldig verklaard. Het lid dat de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkrijgt, wordt voorzitter. Indien geen van de leden de meerderheid verkrijgt, volgt natuurlijk een nieuwe stemming. Geachte commissieleden, mag ik vragen om op het stembriefje de naam te noteren van degene die u wil voordragen als voorzitter? Welke kleur?
blauw. Ja. Als u het maar allemaal in één kleur doet, volgens mij is dat het allerbelangrijkste. We hebben een tweede kleur voor indien nodig. En dan kunt u straks het stembriefje in de stembus deponeren. Ik geef ook het woord aan de griffier om de namen te noemen en dan vervolgens komt de bus langs. Mevrouw Ariep. De heer Van Houwelingen. Mevrouw Maaier. De heer Omtzigt. Mevrouw Palland. Mevrouw Van Beukering-Huibrecht. De heer Ellian. Dan ga ik nu de uitslag bekendmaken. De stemmen zijn geteld. Er zijn 7 stemmen uitgebracht. Er zijn 6 stemmen uitgebracht op het lid Ariep en 1 stem op het lid Ellian. En daarmee kan ik het lid mevrouw Ariep feliciteren met het voorzitterschap en benoeming tot voorzitter van de tijdelijke commissie Corona. Ik wens u en de commissieleden natuurlijk heel veel succes bij deze mooie uitdaging. En ik kijk natuurlijk ook uit naar het onderzoeksvoorstel van de commissie. Mag ik dan de kersverse voorzitter uitnodigen om de voorzittershamer over te nemen? Dan hebben we een fotomoment zoals te doen gebruikelijk. En dan laat ik het verder helemaal over aan de goede zorgen van uw voorzitter van deze commissie. Om uiteindelijk ook zo de ondervoorzitter te kiezen. Dank u zeer. Heel veel dank voor het vertrouwen en voor het uitbrengen van jullie stem op mij. Niet allemaal, maar ook diegenen die niet op me hebben gestemd. Ik verheug me op een mooie tijdelijke commissie. En we gaan er iets interessants van maken. Dank daarvoor. Nou is het aan mij om het proces te begeleiden om vicevoorzitter te kiezen. Ik kijk even naar het speakbriefje die de griffiers voor me hebben gemaakt. Nou, we gaan het eigenlijk een beetje op dezelfde manier doen als bij de voorzitter. Dat betekent dus dat jullie oranje briefje zullen we deze keer doen. Invullen met de naam van diegene die jullie als vicevoorzitter willen kiezen. En dan gaat de bode langs. En uiteindelijk geeft de griffier aan hoeveel stemmen zijn uitgebracht en wie de vicevoorzitter wordt. Het woord is aan de griffier. De heer Van Houwelingen, mevrouw Maaier, de heer Omtzigt, mevrouw Palland, mevrouw Van Beukering, Huibrecht, de heer Ellian, mevrouw Ariep. En
En de heer Van Haga, tot slot. Dank u wel. De heer Van Haga is aangeschoven, waardoor wij 8 stemmen hebben in plaats van 7. Dan, er zijn 8 stemmen uitgebracht. De stemmen zijn wederom geteld. Er zijn 7 stemmen uitgebracht op het lied Elian en 1 stem op het lied Maier. Dan wil ik hiermee collega Elian van harte feliciteren met de verkiezing tot ondervoorzitter. En ik verheug me op een mooie samenwerking. En dan... Eigenlijk dank. Oh ja, mevrouw Nikki Pauw, die volgt ons toch via zo'n livestream. Ze kon helaas niet erbij zijn. Ook haar wil ik bedanken voor het volgen van deze procedure. En ik dank eigenlijk iedereen. En ik sluit deze vergadering. Ja, het komt wel. Dank jullie wel.